Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Op de satellietfoto wolken boven Nederland, maar boven de Noordzee zijn opklaringen. Die zien we vanochtend al boven het westen van het land. De zon die breekt af en toe tussen de wolken door. In het oosten en midden is het bewolkt en valt eerst nog wat lichte regen of motregen. Vanmiddag dan wordt het ook in het oosten droog en breekt af en toe de zon door. Het wordt 14 tot 15 graden. En vanavond kan in het noordoosten een enkele bui vallen. Verder zijn er opklaringen en de temperatuur daalt naar 10 tot 12 graden. En morgen is een droge dag, maar in de ochtend is het eerst nog mistig of nevelig. In de middag breekt de zon door en met 14 tot 15 graden is het vrij zacht voor de tijd van het jaar. De wind waait matig vanuit het zuidwesten. Maandag en dinsdag zijn droge dagen. De zon schijnt geregeld en het wordt weer vrij zacht met 15 tot 17 graden en de wind vanuit het zuiden. Woensdag is de kans op regen weer groter en dan gaat de temperatuur weer naar beneden naar 14 graden. Dit is Diana Woei van Weerplaza.nl.